Niet iedere uitgever kan al uitvoerig praten over de line-up van 2009. Zo moet Ubisoft het meeste over de aanstaande games nog uit de doeken doen. Toch besloten we de uitgever op te zoeken om zoveel mogelijk te weten te komen over hun titels die dit jaar moeten verschijnen. Wij gaan gewoon kick-ass games uitbrengen. Goede kwaliteit. Het wordt een druk jaar. Ik denk dat je kan verwachten dat, dat een aantal reeds bekende helden hun opwachting weer gaat maken. En we zullen ook een aantal nieuwe helden introduceren. Ik kijk er wel naar uit. Hoe jij gamet, hoe jij, wat voor ervaring je hebt, wat voor moment je hebt dat je op dat puntje van je stoel gaat zitten en je denkt, damn, dit is wel echt heel stoer. Daar zal je meer momenten mee gaan maken. Daar gaan we naartoe. Wij hebben net Rouse aangekondigd. Dat is een hele gave strategietitel die een stukje Risk, Google Earth en poker met elkaar combineert. Nou, dat roept nog meer vraagtekens. Moet je vooral de trailer gaan kijken. Dat zal wellicht wat uit gaan leggen. Daarnaast Assassin's Creed 2 hebben we aangekondigd. Punt. Maar titels die er al eerder aankomen zijn een Anno, een Call of Juarez, nog wel meer, Avatar. Nieuwe Splinter Cell die eraan komt, Splinter Cell Conviction. Dat gaat een hele gave titel worden. Die zal nog best wel eens mensen doen versteld staan hoe je op een andere manier iemand kan immersen in een game. Immersion is dus een heilig woord binnen de gamesindustrie. En we zullen met Conviction zullen we een stap gaan maken die weinig mensen zien aankomen. Over de rest van de titels doet Ubisoft geheimzinnig en blijft het bij wat vage hints. De uitgever heeft dan ook één toverwoord, de E3. De E3 is eindelijk weer terug van weg geweest. En mensen zijn echt aan het wachten en aan het broeden op grote plannen. Kijk, ik kan niet voor de andere developers praten, maar ik weet dat Ubisoft, dat wij gewoon heel veel grote dingen zullen gaan bekend gaan maken tijdens de E3. We komen met een aantal hele gave, innovatieve dingen waar mensen niet aan denken op dit moment, maar die wel een hele grote verrassing gaan brengen. Daar kan ik natuurlijk nog niks over zeggen. Dat is een beetje het nare ervan. Ik kan alleen maar hinten aan echt een nieuwe stap in een richting die niet iedereen verwacht. Dat is voor ons het moment om groot uit te pakken, om veel van onze kaarten te laten zien. En dan zal je alles gaan horen wat wij bedachten. En ook zien. Dat is het belangrijkste. Dat neemt niet weg dat er een aantal titels zijn waar gamers heel nieuwsgierig naar zijn. En één daarvan is I Am Alive. De laatste keer dat er iets over deze titel naar buiten kwam, werd bekend dat de ontwikkelaar versterking krijgt van een interne studio van Ubisoft. Volgens Michiel Verheid van Ubisoft heeft dit echter niets te maken met de kwaliteit van de originele ontwikkelaar. Een ontwikkelaar heeft altijd de keus. Ik heb 100 manuren, daar kan ik 10 dingen voor doen. Maar ik heb er 50 op de plank liggen die ik graag in wil stoppen. Maar hij kan er maar 10, dus hij moet keuzes maken. En wat wij voor gekozen hebben is om die, in plaats van 10 dingen die hij kan kiezen, om hem 20 dingen te geven. Zodat die game gewoon gaver en groter kan worden. Nou ja, het is een beetje Ubi-eigen om mensen gewoon even lekker te teaseren, even lekker warm te maken. En laat iedereen maar lekker praten over de game. Dan kan ik er verder veel meer over vertellen. Nee, nog niet. Maar de gameplay die je moet verwachten, kan je zien op de E3. Een titel die Ubisoft pas geleden aankondigde is Assassin's Creed voor de PSP. Ook hier is nog niets over bekend, al ligt Ubisoft wel een heel klein tipje van de sluier op. Het gaat geen overzetting worden van het eerste deel. De PSP-versie is niet de enige Assassin's Creed die dit jaar moet verschijnen. Ook aan het tweede deel voor de console wordt hard gewerkt en omdat hier eveneens nog weinig over bekend is, stikt het van de geruchten over de setting van de game. Ik heb geruchten gehoord over de Franse Revolutie. Ik heb Japan is ook voorbij gekomen. Ik heb iets met sneeuw gehoord. Er was laatst ook weer iets wat online kwam. Je zal moeten wachten. En dan wordt alles duidelijk. En het zal wellicht nog wel iets voor de E3 zijn. Once, long ago, men believed the world was flat. Until a few dauntless sailors and merchants set out on a voyage of discovery. Waar dit jaar ook twee games van verschijnen is de Anno-serie. Eén komt op de PC en er verschijnt een aparte versie voor de DS en de Wii.
Iedereen is wel bekend met de Anno-serie. Het opbouwen van een samenleving, het onderhouden van diplomatie, economie. En daarin zeg maar eigenlijk de wereld overnemen. En het verkennen van de Orient. Dat is Anno 1404 voor de PC. Komt in juni. En je create a new world. Die toegankelijker is. Een soort eerste kennismaking met de game. Maar een game die geen concessies doet op het gebied van diepgang. Want het is nog steeds een heel diepgaande game. En ik heb zelf van horen zeggen dat, zoals je misschien weet, als je een game maakt, dan gaat hij in submission bij Nintendo. Nintendo moet hem dan keuren wat ze dan vinden. En Nintendo heeft letterlijk gezegd van, dit zou een Nintendo game kunnen zijn. Zo goed is hij. 2009 betekent voor Ubisoft ook de terugkeer van een oude bekende. Sam Fisher zal dit jaar namelijk zijn opwachting maken in een nieuw Splinter Cell avontuur. En ondanks de vele vertraging voor deze titel, denkt Ubisoft dat het zelfs goed is dat Sam Fisher er een tijdje tussenuit is geweest. Splinter Cell was een jaarlijkse release. En wij zagen gewoon dat het wellicht goed was voor de titel als je wat meer periode ertussen zou doen. Maar we hebben ook getweakt aan de gameplay. Absoluut. Zoals ik al zei, we gaan echt een hele aantal gave innovaties naar voren brengen in Splinter Cell. Die de manier waarop je het verhaal gaat meemaken ontzettend zal verbeteren. Alle eerlijkheid, bij Splinter Cell moest je wel af en toe houden met A4'tjes aan tekst die op je afgeworpen werden. Om echt het hele verhaal volledig tot je te nemen. En dat zal deze Splinter Cell een stuk gaver gaan worden. Ik ben iemand, ik hou van realisme. Ik hou van realiteit en ik hou van goede actiegames die je goed weet te onder te dompelen in de ervaring. Het moet een ervaring zijn, een belevenis. En ik denk dat de nieuwe Splinter Cell Conviction zeker een heel goede belevenis of een heel goede ervaring. Met Beyond Good and Evil leverde de uitgever in 2003 een game af die vooral hardcore gamers erg konden waarderen. Deze groep kan dan ook niet wachten op het vervolg waar vorig jaar een eerste video van verscheen. Of toch niet? Wij hebben een teaser trailer losgelaten vorig jaar op de Ubi Days, waar inderdaad een varkentje in zat. En nog iemand, maar die zag je niet. En daarbij eindigt ook de trailer. En meer is er, weet ik ook niet, is er niet vrijgegeven op dat moment. Het is in ieder geval niet gezegd door Ubisoft dat het Beyond Good and Evil 2 is. En tot zover ons iets wat geheimzinnige uitgever vooruitblik met Ubisoft. Het echte wachten op de E3 kan dus beginnen.